voorzet. Guardado. Oh, hier de kans voor Prupper en dat is raak. De misser van Robin Prupper. En Davy scoort. Zo kan het gaan. En PSV dus razendsnel op voorsprong. Al in de derde minuut is het raak. Voorzet van Andres Guardado. En via de stuit is het blijkbaar erg lastig voor Robin Prupper. Zijn broer profiteert. En zet PSV dus op voorsprong. 0-1. Schitterend weggelegd aan de rechterkant. Mooie aanval van PSV. Wat een beauty van een goal. Schitterend gespeeld door de Eindhovenaren. Dat allemaal bij het wegdraaien van Willems. En dan gaat het daarna heel snel. En een zo schitterende subtiel. Prupper. Gekeken. Lestien. Wat een vrijheid. Wat een vrijheid Lestien. En nu is het wel raar. Die komt het hem nog even speciaal vertellen. Dat hij hem daar nooit los had mogen laten. Lestien helemaal vrij. En denkt dan van, nou nee. En dan maakt hij het dit keer wel heel vrij. Maakt door Venovic. Prupper. En daar bij de tweede paal Moreno die de bal kan binnentikken. Guardado. Bal niet de best geraakt door Venovic. Prupper hier bij de tweede paal staat. Maher, handig werk van Prupper. Bijna achterloos die bal meegeven aan Maher. Die heeft deze dribbel in huis en deze... PSV toont zich vandaag in de Amsterdam Arena buitengewoon effectief. Want wat heeft de ploeg van Cocu nou aan kansen gehad deze wedstrijd? Waar staat 0-2? De Jong dus in de eerste helft. En dit is een uitstekende goal van Adam Maher. Goed balletje. Arias. En daar is het 0-4. Davy Prupper. Natuurlijk hebben zij lol, hebben zij plezier, want het gaat zo makkelijk. En zij die helemaal het Eindhoven naar Leeuwarden zijn gereisd. Kijk eens hoe mooi dat balletje van Guardado is. En hoe knap geplaatst dat schot van Davy Prupper. Maar dat paasje van Guardado, ja, daar kan ik van genieten. Dat is smullen. Dat is de ras voetballer. Zoals Prupper. Seconde van de eerste helft. Prupper. En Malone. En Ebesilio die geeft hem zo terug. En Prupper, dankjewel. En Prupper, ja, dit is goed gedaan. Dan komt Prupper met de mogelijkheid. En via de buitenkant van de paal gaat hij naast. En zo wordt de lijn eigenlijk van het tweede gedeelte van de eerste helft. Door PSV doorgetrokken in de tweede. En problemen bij Matthij. Dat levert opeens een bak met ruimte op voor PSV. Recht voor het doel. Prupper wordt gevonden en moet scoren en doet dat ook. En PSV neemt in de 62e minuut een 1-0 voorsprong tegen Excelsior. Per het moment dat De Jong wordt bijgepraat langs de zijlijn om te komen invallen. In één keer Prupper. Tutters. De assist van Locadia. Het ging mis bij Matthij. En dat is een kostbare misser, want de thuisclub staat op 1-0.